Welkom bij Nux Spellers, wel leuk dat jullie weer kijken. Dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Aeon's End Legacy, uitgegeven door Indie Cards, Boards & Cards. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers, waar je ongeveer een 45 tot 90 minuutjes mee zoet bent. En zoals de titel al verklapt, is dit een Legacy variant van het klassieke Aeon's End spel. Aeon's End is een coöperatief deckbuilder spel, waarin de spelers gezamenlijk de strijd aangaan met een evil overlord en zijn of haar minions. En in deze Legacy variant is dat niet anders. Alleen zijn hier de verhalen, de hoofdstukken aan elkaar gekoppeld en gaandeweg wordt alles steeds moeilijker en uitdagender en dingen die misgaan werken door in het volgende hoofdstuk en dingen die goed gaan geven je bonussen die je mooi mee kan nemen naar, het volgende hoofdstuk. Het spel bestaat uit 8 chapters en in principe nadat je het gespeeld hebt is er een recharge pack waardoor je de dingen die je hebt moeten aanpassen of vernietigen opnieuw kan toevoegen zodat je de legacy opnieuw kan spelen. En alternatief kun je de kaarten die je uit deze legacy box gebruikt ook weer gebruiken in de reguliere Aeon's End spellen. Maar laten we vooral eens gaan kijken naar wat deze legacy ons te bieden heeft. Het is een beetje lastig omdat ik alle hoofdstukken gespeeld heb. En dus niet alles meer vers kan laten zien. Maar ik ga jullie in ieder geval een idee geven van het basisprincipe van Aeon's End. Vervolgens zal ik wat laten zien over de legacy principes van dit spel. Dus laten we maar eens gaan kijken. Allereerst wat er in de box zit. Ook de legacy is van Kevin Riley en Nick Little en wij krijgen een heleboel. Zoals ik al zei, wij hebben het spel al helemaal uitgespeeld, dus het ziet er allemaal wat rommeliger uit omdat we van alles en nog wat hebben opengemaakt. Maar je krijgt sowieso de standaard spelregels en zoals dat bij legacies zijn, zitten er ruimte voor stickers in. Omdat naarmate we spelen er regels aan worden toegevoegd, regels veranderen en zo wordt het spel, of ontwikkelt het spel zich. Maar voor de rest de regels zelf zijn duidelijk en overzichtelijk. De Do Not Open Until End of Campaign is het boekje waarin staat uitgelegd hoe je de kaarten kan gebruiken in je reguliere potje Aeon's End. Dus hoe je toch nog wat meer uit deze box kan halen. Je krijgt de verschillende chapters die je open gaat maken en waar allemaal content in zit. Afhankelijk van het hoofdstuk waar je zit. Normaal gesproken krijg je ook punchboards. Zoals dit soort punchboards. En die gaan je op bepaalde manieren op bepaalde momenten openmaken. En daar komen dus extra kaarten, extra onderdelen en spullen uit. En een groot gedeelte van die dingen hebben we al gepuncht. Omdat we de hele campaign al doorgelopen hebben. En je krijgt dus steeds meer kaarten. Waarvan een aantal kaarten banished worden. Dus die raken gewoon uit het spel. Wat dividers. En natuurlijk de verschillende decks waarop staat stop. En dan moet je niet verder gaan tot dat. Verder krijgen we nog een levensschijf voor de villains. Eentje voor de stad die wij proberen te beschermen. En je krijgt natuurlijk de verschillende character sheets. En ook deze character sheets, dubbelzijdig, een man- en vrouwzijde. Die gaan gaandeweg het spel opgewaardeerd worden. Daar komen dus allemaal stickertjes op. Waardoor je character evolueert en eigenschappen gaat krijgen. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers. Nogmaals, het is een legacy verhaal waarin alle keuzes die je maakt en alle beslissingen die je neemt en de gevolgen die daaruit voortvloeien doorwerken in de volgende hoofdstukken. Is een van de krachten van dit verhaal de verrassingselementen die het spel op je pad gooit. Wat gebeurt er? Wat voor wendingen worden er genomen? Wat doet het spel met de beslissingen die jullie als team nemen? Met de gebeurtenissen die ons pad gekruist hebben? Dat is een leuk aspect. Dat zal ik proberen zo min mogelijk te spoilen. Dus zo min mogelijk daarvan te laten zien. Maar om jullie toch een beetje een beeld te geven zal ik een paar kleine tipjes van de sluier hier en daar op moeten lichten om in ieder geval de game mechanics uit te kunnen leggen. Maar ik heb mijn best gedaan om zo min mogelijk dingen op tafel te leggen waarmee ik het een en ander wat jullie voor staat te wachten verraad. Wat zien we allemaal? Elke speler kiest een karakter. Zoals ik al zei, de karakters zijn dubbelzijdige, mannelijke en een vrouwelijke zijde. Voor de rest geen verschillen. Je krijgt een aantal breaches waarvan de nummer 1 open is en de andere gesloten zijn. En dat kun je altijd zien aan de bovenzijde van jouw karakter. Je ziet dat breach 2 gesloten is en het gele gedeelte moet onderaan liggen. En datzelfde geldt voor breach 3.
En Breach 4 hebben we gewoon nog niet. Daarnaast krijg je een starthand. Die bestaat uit 4 kristallen, een Sparky en jouw unieke kaart. En nogmaals, mijn unieke kaart heeft al een paar evaluaties meegemaakt. De unieke kaart is aan het begin blanco, tenminste standard ability. En je krijgt een aflegstapel. Die bestaat uit 4 kristallen en een spark. De volgorde, dit is een van de mechanics die Aeon's End bijzonder maakt, is aflegstapels en trekstapels worden niet geschud. Dus de volgorde waarin de kaarten liggen, die blijft hetzelfde. Als je kaarten speelt, leg je die op je aflegstapel. En als je de trekstapel leeg hebt, draai je letterlijk je aflegstapel om. Dus die wordt niet geschud. Dat is nog wel eens een valkuil waar je intapt. Verder krijgt elke speler 2 turn order kaarten. Daar zet je de naam van je karakter op. En dan gaan we natuurlijk naar het eerste hoofdstuk. En in het eerste hoofdstuk zit de nemesis, de vijand die we gaan bevechten. De vijand krijgt ook 2 turn order kaarten. Die heeft een dial waarop zijn of haar leeftjes worden bijgehouden. En die heeft een unieke set aan een nemesis kaarten. Je hebt een set basic kaarten. Hier onderaan staat altijd weergegeven wat voor soort kaarten het zijn. Nou, je hebt altijd je basic set kaarten. En daar voeg je de nemesis kaarten uit, in dit geval hoofdstuk 1, aan toe. En dat vormt het vijanden, het villain deck. Het nemesis deck. We gaan deze toch meemaken. Die staat hier. Die geeft aan wat zijn unleash is. In dit geval Gravehold, onze stad. Die begint met 30 levens. Die krijgt 3 damage. En daar staat ook op hoeveel levens die heeft. Maar liefst 99 om mee te beginnen. En daar staan extra regels op die van kracht zijn als je tegen deze nemesis de strijd aan gaat. Verder staat op de achterkant de setup, eventuele aanpassingen die je moet doen of beginformaties, kaarten die klaarleggen. Die staan achterop. De turn order kaarten, even zorgen dat ze allemaal goed zitten. Die schud je, dat vormt een gesloten turn order deck. Nou, verder leggen we binnen handbereik nog wat levenspunten en deze energie. Die hebben we nodig om onze speciale eigenschappen op te laden. En we krijgen een markt van 9 verschillende kaarten. Die bestaat altijd uit 3 soorten kaarten. Gems, relics en spells. En dat moet in een bepaalde variatie, een bepaalde samenstelling zijn. Elke keer als je naar een nieuw hoofdstuk gaat, krijg je ook weer nieuwe kaarten voor in de markt. Maar je mag altijd maar 9 verschillende soorten hebben. Maar het minimum is 2 gems, 1 relic en 3 spells. Voor de rest mag je zelf een beetje variëren in wat je allemaal op tafel hebt liggen. Dat is hoe we het spel opzetten. Het doel is altijd het verslaan van de huidige nemesis. En als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan we naar het einde van dit hoofdstuk. Want we hebben hiernaast nog een tweede dekje liggen. Waarop staat stop totdat je de nemesis hebt verslagen. En dan ga je verder en daar komen dan weer stukjes verhaal op. Die houd ik in de doos om niks te verklappen voor jullie speelplezier. Maar zo zet hem op. Laten we maar gaan spelen. Nemesis wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit een aantal beurten gelijk aan het aantal turn order kaarten. En dat is dus afhankelijk van de hoeveelheid spelers. In een 2-spelerspel zijn er 6 kaarten in het turn order deck, 2 van de Nemesis en 2 van elke speler. En die worden dus geschud, dus je weet nooit in welke volgorde de spelers en of de Nemesis aan de beurt zijn. En dat is een van de grappige elementen van dit spel waar je rekening mee moet houden. Het kan zijn dat de Nemesis bijvoorbeeld de laatste 2 kaarten heeft, daarna schud je alles en dan de eerste 2 kaarten heeft. Dat is niet fijn, maar dat betekent dat de nemesis 4 keer achter elkaar aan de beurt is en dat kan desastreuze gevolgen hebben. Dus naarmate de stapel uitdunt moet je daar rekening mee houden en naarmate je vordert zullen er ook speciale eigenschappen komen waarbij je daar dus enige vorm van manipulatie op kan toepassen. Maar dat is een van de grappige mechanics. De beurtvolgorde is altijd wisselend. En afhankelijk van welke kaart er opengedraaid wordt ga je ofwel een speler zijn beurt afhandelen of gaat de nemesis zijn of haar beurt doen. De spelers winnen als de nemesis op 0 komt te staan of alternatief als er geen kaarten meer in het nemesis deck zijn en geen minions of power kaarten meer in het spel liggen. Wij verliezen het spel als alle spelers exhausted zijn, uitgeschakeld, of als Gravehold geen leventjes meer heeft. En afhankelijk van het eindresultaat ga je een aantal stapjes doen die hier achterop staan vermeld.
Maar we beginnen gewoon met het opendraaien van de bovenste kaart. En die geeft aan welke speler nu een beurt heeft. En in dit geval ben ik dat zelf. En de beurt van een speler bestaat uit 3 fases. De eerste fase is de casting fase. Om spels te kunnen casten moet je ze in een breach leggen. Nou, ik heb op dit moment 2 spels in mijn hand. Dit is een gem. Ik heb 1 spel in mijn hand. En die spels die moet je in een breach plaatsen. Wat betekent dat ze de volgende keer in de casting phase afgaan. En dan doe je dus gewoon het effect Sparky doet 1 damage. En dat kan dus aan een nemesis zijn of eventuele minions die uit dit deck komen. Spels kun je in principe alleen maar spelen in open breaches. Maar deze breaches kun je ook langzaam opendraaien. Vandaar dat er die klokken op zitten. Je moet dan gewoon steeds betalen om hem een stapje verder te draaien. Tot je hem uiteindelijk kan openen. Als je hem een stapje gedraaid hebt, dan mag je er die beurt een spel in casten. En die moet automatisch gecast worden. Een spel die in een open breach ligt, die mag je casten. Mag je ook eventueel vasthouden, omdat die op dat moment bijvoorbeeld minder waardevol is. En de spels die je cast, als het er meerdere zijn, mag je bepalen in welke volgorde. Maar die leg je dan af op je aflegstapel. En zoals ik al zei, dat is een belangrijk mechanic, omdat de aflegstapel en de trekstapel nooit geschud worden. Dus de volgorde waarin je ze neerlegt, bepaalt hoe je ze de volgende keer weer gaat pakken. Maar dat is de eerste fase. Dan krijgen we de main fase. En in de main fase mag je van alles en nog wat doen. Dan ga je eigenlijk jouw geld. En geld in dit spel wordt weergegeven door dit symbool, ether. En die ether, daar kun je dus van alles en nog wat mee gaan kopen. Je kunt daar nieuwe kaarten van kopen uit de markt. Je kunt daar een breach mee focussen. Als die bijvoorbeeld op deze manier ligt, kost het mij 3 om hem nog een stap verder te focussen. Dan nog een keer 3. En dan nog een keer 3 om hem open te draaien. Alternatief zien jullie ook dat boven de simpele focus stappen staat ook een prijs om hem in 1 keer open te draaien. Afhankelijk van waar die is en welk level breach je hebt, is dat veel prijziger. Maar als ik deze breach in 1 keer wil openen, zal ik nu 7 ether moeten betalen. En dan leg ik hem in 1 keer naar de open zijde. En verder kun je ether ook gebruiken om charges te kopen zodra die in het spel komen. Dat komt in ieder geval in het basisspel ook wel voor. Dus mensen die Aeon's End hebben gespeeld zullen het herkennen. Maar we beginnen nog niet met de mogelijkheid. We hebben nog geen special ability, dus ook nog geen charges die we daarop kunnen zetten. Verder kun je spells die je op handen hebt preppen. Preppen wil zeggen dat je ze dus in een open breach legt. Of als je een breach gefocust hebt, mag je er ook een spel in preparen. Je hebt dus beperkt ruimte en die spells gaan pas volgende beurt af. Nou, er zijn er ook nog effecten die zeggen when prepped. Zoals de speciale eigenschap van Domina is dat zij, als ik een spel heb geprept die 4 of minder kost, mag ik hem gelijk casten. Dus daar kan ik eventueel gelijk weer ruimte mee maken. Nou, zo zit er van alles en nog wat tussen. Kaarten die je koopt, bijvoorbeeld ik heb 4 ether, dat spendeer ik omdat ik, even kijken, wat wil ik graag hebben. Nou, ik wil bijvoorbeeld een Incinerating Fist. Kaarten die je koopt gaan onmiddellijk op je aflegstapel. Alle kaarten die je gebruikt om te kopen of om relics en gems die geven effecten die tijdens je beurt afgaan, die ga je aan het einde van je beurt ga je die op je aflegstapel leggen. En ook dan mag je dus weer kiezen van oké, welke volgorde vind ik handig, of wil ik het misschien zelfs op deze manier er bovenop leggen. Maar kaarten die je koopt gaan onmiddellijk op je aflegstapel en alle kaarten die je deze beurt speelt, die mag je dus zelf weer bepalen in welke volgorde die op jouw aflegstapel gaan. En dan ga je tot slot naar de derde fase en dat is de draw phase. Pak je weer een hand van maximaal 5 kaarten. Nou, of je vult aan tot je er weer 5 hebt. En als je op dat moment meer nodig hebt van je trekstapel dan er liggen, dan pak je je aflegstapel. En zoals ik al zei, zonder te schudden wordt die omgedraaid en vormt die je trekstapel. Dus je kunt de volgorde waarin kaarten tevoorschijn gaan komen tot op een zekere hoogte manipuleren. En dan gaat de volgende kaart uit de turnorder deck en die bepaalt wie er dan is. Dus we draaien de volgende openen. In dit geval is Rowan, die doet hetzelfde. Spels die klaar liggen, die gaan in de casting phase af. Main phase, kopen, dingetjes doen, etc. En dan je hand weer aanvullen tot 5. En dan gaat de volgende. Nou, en zo kan het dus dat de spelers een reeks achter elkaar hebben voordat de nemesis eindelijk komt. Wat gebeurt er als de nemesis zijn of haar beurt krijgt? Die heeft maar 2 fases, dat is de main fase. Van oud naar nieuw
worden alle effecten van alle minions en powers die hier liggen. Voor de camera ligt het een beetje dicht op elkaar, maar het is mooi om onder de nemesis een rij te hebben waar je alle minions neer kan leggen. Maar als daar meerdere minions liggen, ga je van oud, dus degene die er het langste ligt, naar nieuw, ga je al die effecten die erop staan afhandelen. En dat zijn effecten die damage kunnen doen aan spelers, damage kunnen doen aan Gravehold. Er zijn powerkaarten, dat zijn deze. Daar komen een aantal power tokens op te liggen. In dit geval zie je bijvoorbeeld power 2, dus er komen 2 power tokens op te liggen. En elke keer als de nemesis activeert, haal je er eentje af. En zodra de laatste er afgehaald is, gaat dit effect af. En om te voorkomen dat die afgaat, kunnen we deze weghalen door 7 ether te spenderen. Maar nadat de nemesis 2 keer aan de beurt is geweest, gaat hij unleash 2 doen en 4 damage aan Gravehold. Unleash verwijst altijd naar de speciale eigenschap van de nemesis. Die heeft bovenaan altijd heel groot unleash staan. En daar staat dan op wat hij doet. Unleash 2 betekent dus dat hij 2 keer 3 damage doen. Dus dit zou ervoor zorgen dat Gravehold in 1 keer 10 damage krijgt. Nou, dat moeten we zien te voorkomen, want Gravehold heeft maar 30 leventjes. Nou, en dan heb je ook nog paarse kaarten. Die gaan onmiddellijk af. Die zeggen ook unleash, Gravehold 2 damage. En de spelers gaan gezamenlijk bla 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 nog en alles nog doen. En dan hebben we de monsters. Die hebben hier hun levenspunten. Persistent wil zeggen dat elke keer als de nemesis aan de beurt is, doen ze dit. En sommigen hebben ook nog, even kijken, abilities. Ik weet niet of er eentje tussen zit. Nou, hier zit er toevallig niet eentje bij. Maar soms zitten er ook nog monsters tussen die iets doen als ze het spel inkomen of nog meer. Sommige monsters hebben ook dit soort armor. Armor is in dit spel heel vervelend. Want dat betekent, het maakt niet uit hoeveel damage je doet. Met de damage die je doet, haal je 1 armor token weg. Dus ook al doe je 100.000 damage, dan gaat 1 token weg. En als je dan in de tweede aanval nog een keer zoveel damage doet, nog een keer 1 armor token weg. Dus deze moet je gewoon eerst een paar keer een beetje speldenprikjes doen om die armor tokens weg te halen. En dan pas kun je beginnen te chippen op zijn leventjes. En zo zijn er natuurlijk nog meer vervelende effecten. Maar wat ik al zei, ik ga niet alles laten zien. Maar dat is de eerste fase. Dus alles wat er ligt gaat van oud naar nieuw afgehandeld worden. En vervolgens ga je een kaart trekken van het deck en afhandelen afhankelijk van wat het is. Nou, dit is een monster, dus die leggen we achteraan. En als er een immediately effect op staat, doe je dat immediately, onmiddellijk. En deze heeft een persistent effect, dus dat gaat pas volgende beurt af. Dus we hebben even de tijd om die wat pijn te doen voordat die triggert. Tenminste, dat hopen we, want we weten dat in deze stapel ik nog 1 keer aan de beurt kom en daarna de nemesis of andersom. Dus misschien krijgen we niet eens de kans om iets aan deze facet ogre te doen. Maar dat is hoe het spel werkt. We handelen de 6 kaarten af. Daarna worden ze allemaal weer geschud. En beginnen we weer van voor af aan. We gaan kijken wie er dit keer aan de beurt is. Nou, gelijk de nemesis weer. Enzovoort, enzovoort. En zo spelen we door tot het ons lukt om de nemesis te verslaan. Of dat zijn deck leeg is en ook hij heeft niks meer op tafel. Dan hebben we gewonnen. Alternatief verliezen we als we allebei exhausted zijn. Of als Gravehold geen leventjes meer. Wij zelf hebben natuurlijk ook leventjes. We beginnen met 10 leventjes. Kunnen er natuurlijk langzaam maar zeker afgehakt worden door de verschillende monsters. Zodra je geen leventjes meer hebt, dan ben je exhausted. Afhankelijk van waar je bent in het spel, moet je dan het een en ander doen. Op een gegeven moment moet je dan bijvoorbeeld 2 keer de unleash-eigenschap doen van de nemesis of andere dingen. De exhausted speler doet nog steeds mee met de volgende uitzonderingen. Je kan geen leventjes meer krijgen. Als een kaart damage doet aan de speler met het laagste aantal leventjes, doet het altijd damage aan degene die niet exhausted is. Dus daar tel je niet meer voor mee. En als een exhausted player damage krijgt, gaat die damage rechtstreeks door naar Gravehold. En dat wordt ook nog eens een keer vermenigvuldigd met 2. Dus als ik 2 damage zou krijgen als ik een exhausted ben, dan gaat er 4 damage op Gravehold. Dus dat gaat extra snel. En als allebei de spelers exhausted zijn, dan is het helemaal afgelopen. En wat ik al zei, er kunnen nog meerdere dingetjes bij komen afhankelijk van de hoofdstukken en ontwikkelingen van de Legacy.
Maar dat is hoe het spel gespeeld wordt. We gaan dus ons deck bouwen waarbij we de volgorde tot op een zekere hoogte kunnen manipuleren. En als ons deck leeg is, onze trekstapel, dan draaien we onze aflegstapel hier neer en dan komen we verder. We hebben een beurtvolgorde en naarmate we verder gaan komen, zullen we onze karakters verder gaan ontwikkelen. Krijgen we speciale eigenschappen. We gaan onze unieke spreuk, die ik nu hier in de aflegstapel heb liggen, die gaan we verder ontwikkelen. De regels gaan aanpassen. We krijgen verschillende vijanden, want je hebt, zoals ik al zei, verschillende hoofdstukken. En in die hoofdstukken zitten natuurlijk ook weer nieuwe kaarten, nieuwe effecten. We hebben een hele box vol met decks die we op bepaalde momenten om mogen draaien. Dan komen er weer andere effecten tevoorschijn. En ondertussen beleven we een verhaal. Onze acties, onze keuzes, onze ontwikkelingen, die gaan met ons mee tot het einde van het spel. En als we kaarten in de markt eruit halen en vervangen door nieuwe kaarten, zullen die kaarten die we eruit halen nooit meer terugkomen. Dus alle keuzes die we maken, werken door tot het einde. En dat is wat Aeon's End Legacy ons te bieden heeft. Als je een fan bent van Aeon's End, zul je Aeon's End Legacy absoluut heel erg waarderen. Allereerst, wat ik heel leuk vind in de meeste Legacy-spellen, is het feit dat de keuzes die je maakt, de beslissingen, de effecten die gebeuren, alles werkt door naar het volgende hoofdstuk. En je hebt ook echt het gevoel dat je een verhaal aan het spelen bent. Je bent een karakter in een doorlopend verhaal waarin dingen gebeuren en daar heb jij invloed op. En afhankelijk van wat wij doen, doen we het goed, gaat het A, doen we het slecht, kan het wel eens richting B gaan. Plus je krijgt ook een band met jouw karakter, omdat je karakter evolueert. Nieuwe eigenschappen, andere eigenschappen, je speciale abilities worden opgewaardeerd, je kaart, je krijgt een unieke kaart die steeds sterker wordt. En ja, je ziet steeds je eigen naam voorbij komen in dat turn order deck. Dus dat mechanisme zorgt ervoor dat je veel meer in het verhaal achter het spel gezogen wordt, in mijn opinie. En dat is tof en het is leuk om te zien hoe het spel steeds weer kleine twists en turns maakt om je uit balans te proberen te krijgen. En dan vervolgens moeten wij maar weer zien hoe we daarmee omgaan. Dus dat is leuk. Verder, het mechanisme van Aeon's End blijft ook erg vermakelijk. Wat ik tof vind is aan de ene kant het turn order deck. Dat zorgt voor een stukje willekeur waar je toch middels bepaalde eigenschappen manipulatie op kan toepassen. Zeker later in het spel is dat best wel heel belangrijk. En tegelijkertijd kan het er ook voor zorgen dat een spelletje echt super spannend wordt. Want als de nemesis nu tevoorschijn komt, dan zijn we gewoon helemaal kapot. En als ik die beurt krijg, dan gaan we een kans maken. En dan zullen we het nog wel eens kunnen winnen ook. En dat maakt het spel extra spannend. Ik snap dat dat bij sommige mensen ook voor frustratie kan zorgen, want je hebt daar niet altijd invloed op. Dus als er twee kaarten zijn, dan is het 50-50 of we gaan winnen of niet. Dat kan gebeuren, maar tegelijkertijd is dat ook wel iets waar je naartoe kan bouwen en waar je rekening mee moet houden. Dus dat is absoluut een mechanisme wat ik wel erg leuk vind in Aeon's End. Tegelijkertijd, de vorm waarop je je deck bouwt, dus het kaarten afleggen op een bepaalde manier, waardoor je ze de volgende keer weer in een bepaalde volgorde trekt, is ook charmant. En natuurlijk, zoals bij alle deckbuilders, wil je manipulatie daarin hebben. Je wil rotzooikaarten er op een gegeven moment uit kunnen werken. Je wil sterke kaarten kunnen gaan zoeken. En dat zit er tot op een zekere hoogte ook gewoon in. Dus dat maakt dat je je deck kan uitdunnen. Maar dat betekent dus wel dat je keuzes moet maken. Tussen elk hoofdstuk krijg je een set aan nieuwe kaarten, waarvan je er twee moet gaan implementeren in de set die je hebt. Dus dat betekent, twee gaan eruit en uit de nieuwe die je krijgt moet je er twee inzetten. En daar zul je keuzes in moeten maken. Welke kant wil je op? Wat is voor mijn speelstijl, mijn deck lekker en wat lijkt ons aantrekkelijk? Dus dat zijn toffe keuzes. Verder, het artwork, de vormgeving en de game mechanic werken soepeltjes. Het is een aangename deckbuilder die soepel doorspeelt. En met tweetjes, als je Aeon's End al een beetje kent, doe je drie kwartier tot een uurtje over een hoofdstuk. En dat betekent dat je best wel wat hoofdstukjes achter elkaar kan doen, waardoor je ook lekker in dat verhaal blijft zitten. Gevaar is dat je ook weer redelijk snel erdoor gaat. Daarnaast, als je klaar bent met de Legacy, zoals ik al zei, is het een recharge pack. Dat je een aantal aspecten weer opnieuw kan gaan invullen. Hè? Dus nieuwe spelersbordjes, nieuwe spelerskaarten, volgende kaarten, etc. Zodat je weer opnieuw kan spelen. Alle kaarten zijn genummerd, dus die kun je dan ook weer op volgorde leggen.
En je kunt de kaarten uit deze box ook gebruiken in je gebruikelijke, in je standaard Aeon's End. En ze daar als in de markt neerleggen. En dan de gewone potjes daarmee spelen. Er zitten ook randomizers bij die je kunt gebruiken. En al die elementen tezamen maken Aeon's End, wat mij betreft, gewoon tot een uitstekende legacy spel. Het is een legacy spel die vrij toegankelijk is voor degene die Aeon's End kennen of die deckbuilders spelen. De mechanics van het basisspel worden in ere gehouden, maar worden naar een hoger niveau getild, wat mij betreft, door een tof verhaal wat zich op de achtergrond afspeelt en wat wij dus in verschillende hoofdstukken gaan beleven en proberen de juiste koers te laten varen. Dat manipuleren, die keuzes maken, de spanning van het turn order deck en de volgorde waarin je bepaalde acties klaarzet, maar ook waarbij je elkaar gaat helpen, want dat is een co-opspel, die zijn ontzettend gaaf en die maken dat dit echt een belevenis wordt naast gewoon een spelletje. En dat vind ik altijd een mooi iets om te zien in legacy spellen, dat je niet alleen maar een leuk spel aan het spelen bent, dat soms pittig en uitdagend kan zijn, maar dat je ook nog een keer een avontuur meemaakt, een verhaal beleeft. En dat is iets wat Aeon's End Legacy absoluut weet te doen. En het is om die reden dat ik het 8 heb gegeven. Spellen's older.